heel hartelijk dank. En dankjewel Maarten voor deze prachtige woorden en een fantastische introductie. Het is ontzettend fijn voor mij om hier te staan en iets te vertellen over het belang van voeding. Met name in die eerste 1000 dagen van het leven. Omdat dat letterlijk de voedingsbodem is waarop we allemaal gevormd zijn. Hoe onze eerste 1000 dagen van het leven ook zijn gegaan. En ik wil u heel graag meenemen in waarom het zo belangrijk is dat we in de eerste 1000 dagen van het leven een goede start maken. Alles wat leeft namelijk, planten, dieren en mensen, zijn gevoelig voor de omgeving waarin ze groeien. En met name tijdens die allerprilste eerste fase van het leven, waarin we heel hard groeien, is de omgeving, de voedingsbodem, is ontzettend belangrijk. Aan de linkerkant zien jullie 3 genetisch identieke paardenbloemen, precies dezelfde zaadjes, die gezaaid zijn in verschillende voedingsbodems. Met verschillende hoeveelheid voeding, met verschillende hoeveelheden licht, met verschillende hoeveelheden water. En zoals je ziet, ook al hebben ze precies dezelfde genetische make-up, ze zien er heel anders uit, puur op basis van de voedingsbodem waarin dat zaadje geplant is. Dat geldt niet alleen voor planten, dat geldt ook voor dieren, want de sprinkhanen die we in het midden zien, zijn genetisch identiek, precies dezelfde DNA-code. Maar 2 van deze sprinkhanen zijn opgegroeid in een omgeving met veel voeding. En 2 van deze sprinkhanen zijn opgegroeid in een omgeving met voedselschaarste, met weinig voeding. 2 weer van deze sprinkhanen zijn opgegroeid in een omgeving met weinig roofdieren in de omgeving, met weinig stress. En 2 zijn opgegroeid in een omgeving met veel stress. En die verschillende omgevingen hebben er niet alleen voor gezorgd dat hun genen op een andere manier tot expressie kwamen. Ze hebben er ook voor gezorgd dat deze sprinkhanen er heel anders uitzien, dat ze een andere stofwisseling hebben, dat ze ander gedrag vertonen en een hele andere levensduur. En eigenlijk is er geen enkel argument om te zeggen wat geldt voor planten en dieren, geldt niet voor mensen. En ik wil u laten zien dat ook voor mensen de voedingsbodem waarin we opgroeien, met name in die eerste 1000 dagen van het leven, van fundamenteel belang is voor onze latere gezondheid, voor onze stofwisseling, voor ons gedrag en voor onze levensduur. Ieder van ons namelijk is begonnen als 1 enkele cel en in ongeveer 1000 dagen hebben we ons ontwikkeld tot compleet mens. Peuter van 2, met alle organen die je ooit zult hebben, met een afweersysteem dat werkt, met voedselvoorkeuren, met een stofwisseling. En eigenlijk kun je die eerste 1000 dagen niet meer overdoen. Je kunt niet nog een keer je hart aanleggen. Je kunt niet nog een keer je hersenen aanleggen. Die eerste 1000 dagen zijn het fundament voor de vele duizenden dagen, 30.000 ongeveer, die daarna volgen. En ik heb een korte animatie meegenomen om u even te laten zien welke fenomenale ontwikkeling elk van u heeft doorgemaakt in de eerste 1000 dagen. Vanaf het moment van de bevruchting gaat het namelijk razendsnel en in de eerste 12 weken na de bevruchting worden alle organen in aanleg aangelegd. Je hart, je lever, je nieren, je longen, je hersenen. Na je geboorte hecht je aan ouders of verzorgers. Je leert eten, drinken, kruipen, lopen, praten en je groeit ontzettend snel. Als je in dit tempo door zou blijven groeien, dan woog je voordat je naar de basisschool ging meer dan 1 miljoen kilo. Even voor het idee hoe ontzettend hard je groeit. En dat het dan niet heel erg gek is dat de voedingsbodem waarop je groeit, de bouwstenen die letterlijk de bouwstenen leveren voor de organen waarmee je het de rest van je leven moet doen, dat die bepalend zijn voor de structuur en de functie van die organen waarmee je het de rest van je leven doet. Als we het nu hebben over de hele wereld en we kijken naar mensen, dan maakt het ontzettend uit in welke omgeving je opgroeit. Bijvoorbeeld, als jij geboren wordt als meisje in Japan, dan kun je verwachten op basis van de statistieken dat je ongeveer 88 jaar oud wordt. Op basis van diezelfde statistieken, als jij wordt geboren in de Centraal-Afrikaanse Republiek, kan je verwachten 55 jaar oud te worden. Wederom, net als die planten en dieren, dit heeft niks te maken met je genetische make-up, maar dit heeft alles te maken met de voedingsbodem waarin jij de kans krijgt om jouw potentieel te ontwikkelen. En dan zou je kunnen zeggen, en dat is ook best terecht, ja Tessa, Japan of de Zuid-Afrikaanse Republiek, dat maakt ook nogal wat uit. Absoluut waar. Maar zelfs hier in Amsterdam scheelt het een factor 2 of jouw wiegje staat in Amsterdam-Zuidoost
of op de grachtengordel voor je kans om je geboorte te overleven. Een factor 2. 20 minuten fietsen bij elkaar vandaan of je je geboorte overleeft of niet. En helaas houdt het daar niet op. Dit zijn de kansenkaarten van Nederland. Op www.kansenkaart.nl kunt u ze veel uitgebreider bekijken. Gemaakt door economen van de Erasmus School of Economics. En aan de linkerkant kunt u zien dat het nogal uitmaakt waar je wiegje staat voor je kans om te klein geboren te worden. En in het midden kunt u zien dat gestandardiseerd voor je prestaties op school je op basis van precies dezelfde CITO-toetsscore over of onder geadviseerd wordt op basis van waar je wiegje stond. Dus hier in het midden ziet u in de blauwe gebieden dat met precies dezelfde CITO-toetsscore ik een hoger middelbare schooladvies zou krijgen als mijn wiegje daar stond. Terwijl als ik geboren ben in een gebied dat rood kleurt, ik met precies dezelfde CITO-toetsscore een lager middelbare schooladvies krijg. En dat heeft dus kansen voor je, heeft dus effect op je kansen op scholing. En wederom, daar houdt het niet op. Het heeft ook effect op je inkomen. Want aan de rechterkant is er geplot voor precies hetzelfde beroep, dezelfde functie, wat je inkomen is afhankelijk van waar in Nederland, in dit hele kleine, best wel goed georganiseerde landje, hoe je inkomen eruit ziet. En dat is dus niet gelijk verdeeld. Kortom, de omgeving in die eerste 1000 dagen waar je opgroeit heeft gevolgen voor je gezondheid, voor je kansen op school, voor je kansen op de arbeidsmarkt en je kansen om mee te doen in de maatschappij. In die eerste 1000 dagen, vanaf al voor de conceptie tot je 2e verjaardag, heb ik net verteld, wordt eigenlijk heel erg veel aangelegd, wordt de basis gelegd voor later. Levert de voeding in die periode de bouwstenen voor de organen waarmee je het de rest van je leven moet doen. En wonderlijk genoeg is dat nou net de periode waarin je zelf eigenlijk heel erg weinig in je mond stopt. Namelijk die bouwstenen die komen tot je via je moeder. En eigenlijk legt dat voor een heel groot deel de basis voor later. Onder andere, Maarten refereerde daar al eventjes aan, onder andere door de voeding tijdens de zwangerschap, ik zal er straks nog wat meer over vertellen, maar ook of je borst- of flesvoeding krijgt en de mate waarin je van je ouders of verzorgers wordt blootgesteld aan de verschillende rijke variatie aan voeding die er is en hoe ze jou proberen te leren om ook te eten. Heel even één dierexperiment waarbij ik u wil laten zien hoe ongelooflijk belangrijk voeding in het begin van het leven is. Dit is een experiment wat al jaren geleden gedaan is door Nick Hales en Sue Ozen van de Universiteit van Cambridge. Zij hebben 2 groepen van muizen bestudeerd. 1 groep van muizen kreeg in de zwangerschap een normaal dieet met 20% eiwit. En 1 groep van muizen, verder precies hetzelfde, kreeg een dieet met 8% eiwit tijdens de zwangerschap. Nou, alle muisjes bevielen spontaan en werden vervolgens weer in 2 groepen ingedeeld, waarbij de helft van de muizen een normaal dieet kreeg en de helft van de muizen een westers dieet. En uiteraard kregen de muizen niet echt hamburgers en friet, maar even voor het idee een westers dieet of een regulier muizendieet. En wat ze vervolgens deden was ontzettend simpel, maar ook bijzonder elegant wat mij betreft. Ze wachten totdat al deze muizen een natuurlijke dood stierven. En hier ziet u gemiddeld het aantal dagen dat deze muizen leefden. Nou, ik laat deze dia wel vaker zien aan studenten als ik college geef. En dan vraag ik altijd, welke 2 lessen kunnen we hiervan leren? De meesten vinden het niet heel erg lastig om te zeggen, nou, elke dag naar een fastfoodketen gaan is niet goed voor je levensduur. Nou, dat zien we hier inderdaad ook heel erg duidelijk. Maar wat u hopelijk ook ziet, is dat het effect van voeding in de zwangerschap op de levensduur nog veel groter is. Dus wat je eet in de zwangerschap, wat bouwt aan alle organen waarmee je het rest van je leven moet doen, heeft een enorm effect, nog een groter effect dan wat je eet vanaf je geboorte tot je dood. In ieder geval als het om muizen gaat. Laat ik die disclaimer erbij zeggen.
Dat betekent dus dat voeding in de zwangerschap, ook al is een ongeboren baby nog heel erg klein en heeft hij misschien in absolute zin heel weinig nodig, dat dat ontzettend belangrijk is. Dat dat de basis is waarop we de rest van ons leven voortbouwen. En, Maarten vertelde er al iets over. Ik heb zelf onderzoek gedaan naar baby's die in de hongerwinter in de buik van hun moeder zaten. En wat we daarin hebben gevonden is dat als je moeder ondervoed is tijdens de zwangerschap en vanwege die hongerwinter te weinig bouwstenen binnenkreeg om de organen te bouwen waarmee je het de rest van je leven moet doen, dat je dat 50, 60, 70 en 75 jaar later terugziet in kleinere hersenen, met een andere hersenstructuur, met een andere connectiviteit, met grotere problemen wat geheugen betreft, met effecten op cognitieve functie, met effecten op verslavingsgevoeligheid, met effecten op mentale gezondheid, antisociale persoonlijkheidsstoornissen bijvoorbeeld. En dat als je dus bent geboren met een brein wat gebouwd is op minder bouwstenen, dat dat gevolgen heeft voor je levenslange structuur en functie van de organen. En dat geldt niet alleen voor de hersenen, maar dat geldt ook voor voedingsvoorkeuren, dat geldt ook voor het hart, dat geldt ook voor de nieren. We zien dat mensen met minder nieren, minder nefronen in hun nieren geboren worden en dat dat gevolgen heeft voor een latere kans op nierziekte bijvoorbeeld. We vonden dat mensen vaker hart- en vaatziekten hadden en gevoeliger waren voor stress. Dus voeding in de zwangerschap is ontzettend belangrijk voor je latere gezondheid. En inmiddels hebben we ook kunnen aantonen dat voeding in de zwangerschap of zelfs al voordat vrouwen zwanger worden, als we, en dit hebben we gedaan in een experimentele setting waarbij we vrouwen met overgewicht en een onvervulde kinderwens hebben gerandomiseerd naar leefstijlbegeleiding of niet, zagen we dat leefstijlbegeleiding leidt tot veranderingen in leefstijl. En zelfs als dat maar kleine effecten heeft op het gewicht van vrouwen, dat ze vaker spontaan zwanger worden, dat ze gezonder zwanger zijn en dat zowel de vrouwen als de kinderen op korte en op lange termijn cardiovasculair en metabool gezonder zijn. We hebben zelfs op 6-jarige leeftijd bij deze kinderen cardiale echo's en MRI's gemaakt en dan zie je dat de structuur van het hart anders is als kinderen geboren zijn van moeders die voordat ze zwanger werden een leefstijlinterventie hebben ondergaan. Dat betekent dus dat als we voordat een kind verwekt wordt mensen helpen beter in hun vel te zitten, gezonder te leven, dat we met één interventie 2 generaties gezonder kunnen maken. Dat heeft niet alleen te maken met voeding in de zwangerschap. Voeding na de geboorte is ook een hele belangrijke. En is vrij recent is de Lancet Series een nieuwe serie begonnen over borstvoeding. Waarin ze, en ik zou u allemaal willen aanraden dat te lezen, waarin ze laten zien hoeveel kansen we laten liggen door ouders, aanstaande ouders, onvoldoende te ondersteunen om hun kind borstvoeding te geven. Een heel groot deel van de kinderen wereldwijd krijgt geen borstvoeding, niet omdat de ouders dat niet willen geven, maar omdat er allerlei factoren zijn die het ouders belemmeren om borstvoeding te geven. En dat heeft op de korte termijn negatieve effecten door bijvoorbeeld een hogere kans op infectieziekten na de geboorte. Het heeft effecten op de manier waarop kinderen leren luisteren naar het gevoel vol te zijn of niet. Het heeft effecten op hun latere kans op overgewicht. Het heeft effecten op hun kans op intelligentie en schoolprestaties. En wat we weten is dat er enorme gezondheidswinst te halen is als meer kinderen borstvoeding zouden krijgen. En de schattingen hier zijn dat er $340 miljard jaarlijks te besparen zouden zijn als meer kinderen wereldwijd borstvoeding zouden geven. Maar de markt is behoorlijk ingewikkeld en het faciliteren van borstvoeding, daar zitten heel veel hordes in die niet zozeer te maken hebben met vrije keuzes van moeders om borstvoeding te geven. Maar er zijn maatschappelijke, er zijn economische en andere
belangen die belemmeren dat kinderen de beste voeding krijgen vanaf het moment dat ze geboren worden. En helaas speelt de voedingsindustrie daar niet zo'n hele elegante rol in het voeden van discussies die bijvoorbeeld gaan over de moedermaffia en het feit dat borstvoeding geven niet geëmancipeerd zou zijn. Ik wil nog één laatste argument maken over geld. Geld is wat mij betreft nooit zo heel erg interessant onderwerp, maar het is wel een hele belangrijke om beleidsmakers te overtuigen dat veranderingen belangrijk zijn. En ik heb u net verteld over waarom die eerste 1000 dagen van het leven zo ontzettend belangrijk zijn. Het draagt enorm bij aan gezondheid, aan kansengelijkheid. En aan de linkerkant ziet u een plaatje van James Heckman, die daarvoor de Nobelprijs voor de economie heeft gekregen. Waarbij hij heeft laten zien dat als je wilt investeren in menselijke ontwikkeling, dat hoe vroeger je dat doet in de menselijke ontwikkeling, hoe groter het rendement. Dus elke dollar die je investeert in scholing levert meer dan een dollar op. Maar begin je al voor de basisschool, dan levert dat nog meer op. Begin je vanaf de geboorte, levert dat nog meer winst op. En als je al begint met het ondersteunen van aanstaande ouders voordat de baby geboren is, dan levert dat het allermeeste rendement op. En kunnen we dus het meeste financiële en menselijke winst behalen door te investeren in een goede, gezonde voedingsbodem voor elk kind. Ik zal heel kort refereren aan de Eat Lancet Commission. Die heeft laten zien dat als we het nu willen hebben over duurzaamheid en gezondheid, dat voeding de allerbelangrijkste knop is waaraan we kunnen draaien om de wereld gezonder te maken en ook binnen de planetaire grenzen te blijven. In mijn boeken beargumenteer ik dan ook dat als we willen zorgen voor een gezondere, duurzamere en eerlijkere toekomst, dan moeten we een klimaat creëren waarin kinderen kansen krijgen hun volledige potentieel te ontwikkelen. En daarvoor gebruik ik 3 belangrijke argumenten. Het eerste is wetenschappelijk bewijs vanuit de biologie, vanuit de geneeskunde, vanuit de pedagogiek, vanuit de sociologie. Het tweede argument heb ik u net laten zien, dat is het economische argument. Hoe eerder je investeert in menselijke ontwikkeling, hoe groter het rendement. En het derde argument is het argument van de intergenerationele gerechtigheid. We hebben namelijk met elkaar niet alleen het mensenrechtenverdrag afgesproken, maar er is daarboven ook op ook het kinderrechtenverdrag. En wat er staat in het kinderrechtenverdrag is dat kinderen vanwege hun enorme gevoeligheid en vanwege hun complete afhankelijkheid van anderen om hen te voorzien in voeding, veiligheid, liefde, gezondheid en stimulatie, dat kinderen extra bescherming verdienen. En zoals u kunt zien staat het al vanaf voor de geboorte, hebben we dat met elkaar afgesproken in het kinderrechtenverdrag. Wat er ook staat in het kinderrechtenverdrag is dat bij elke beslissing die kinderen aangaan, dat de belangen van kinderen voorop moeten staan. Dat ouders als eerste verantwoordelijk zijn voor het opvoeden van kinderen, maar dat overheden zich maximaal moeten inspannen om ouders te ondersteunen om dat ook daadwerkelijk te doen. En ik denk dat wij dat echt nog veel en veel beter kunnen doen dan we dat nu doen. Daarom ben ik ontzettend blij dat de Nederlandse overheid dat ook erkent en dat er in het regeerakkoord een passage staat die zegt: de eerste 1000 dagen zijn het fundament waarop we de rest van het leven voortbouwen. Dit is dat statement. Er is ook nog winst te behalen, want er staat, ondanks mijn verzoeken, staat er toch het ondersteunen van vrouwen en pasgeborenen. Dat moet natuurlijk zijn ouders en pasgeborenen. Is ondersteuning in die eerste 1000 dagen cruciaal voor de gezondheid, het welzijn en de latere ontwikkeling van onze hele maatschappij. En dus heeft de overheid beloofd om jaarlijks 23 miljoen euro te investeren in de eerste 1000 dagen van het leven.
Dat deden ze al door het programma Kansrijke Start, wat we vanaf 2018 hebben gelanceerd, waarbij we proberen in elke gemeente in Nederland ouders, aanstaande ouders en professionals te ondersteunen om elk kind de beste start te geven. En ik ben heel erg blij om te laten zien dat dit is de situatie in 2021, dus dat was 3 jaar na de lancering van het programma Kansrijke Start, dat de oranje gemeenten waren de eerste gemeente, toen de lichtblauwe, toen de donkerblauwe. En we hebben met elkaar afgesproken dat aan het eind van deze regeerperiode heel Nederland, in elke gemeente, er een lokale coalitie Kansrijke Start moet zijn, waarin professionals uit het medische en het sociale domein samen met heel veel belangenorganisaties en vrijwilligersorganisaties ervoor werken om ouders te ondersteunen hun kind een goede start te geven. Gelukkig is het niet alleen de Nederlandse overheid, maar ben ik echt heel erg blij dat ik samen kan werken met de samenwerkende gezondheidsfondsen in Nederland. Zoals u allen wel bekend, hebben we een heleboel gezondheidsfondsen in Nederland. Hartstichting, Hersenstichting, Diabetesfonds en alle fondsen die hier staan. Die hebben allemaal een individueel doel en een eigen missie, maar daarnaast hebben ze ook één gezamenlijk doel. Want een gezondere wereld begint bij een gezondere jeugd. En daarom werken we met de samenwerkende gezondheidsfondsen aan de gezonde generatie, waarin we proberen in 2040 de gezondste jeugd van de wereld in Nederland te hebben. En met de samenwerkende gezondheidsfondsen heb ik onderzoek gedaan onder ouders in de eerste 1000 dagen in Nederland. En wat we daaruit naar voren haalden, is dat 91% van de ouders het ouderschap mooi, maar ook heel moeilijk vindt. Dat heel veel ouders zich onzeker voelen en niet om hulp durven vragen. En als je nou aan ouders vraagt, wat zou je anders of beter willen doen met je kinderen? Dan zijn er 3 belangrijke dingen. Het eerste, ik zou gezonder willen eten met mijn kind. Ik zou meer tijd willen besteden met mijn kind. En ik zou meer willen bewegen met mijn kind. Dus ik denk dat er een enorme wens ligt van ouders om meer tijd, meer kwaliteit, meer gezonde tijd met hun kind door te brengen. En dat we allemaal daar een rol in kunnen spelen om dat ook te faciliteren. Juist omdat er zoveel ouders zijn die aangeven, ik voel me onzeker en ik durf geen hulp te vragen, zijn we een campagne begonnen, Ode aan Ouders. En daar wil ik jullie heel graag het filmpje van laten zien. Zo fijn dat jij er bent, met je hart vol liefde, hoofd vol vragen. Ook al heb je vaak geen idee, en zit je er regelmatig helemaal doorheen. Weet, zo begint iedereen. De meeste ouders vinden het ouderschap pittig. Daarom is het fijn als we er voor ouders zijn. En iets kleins kan al veel betekenen. Kijk wat jij kunt doen op eerste1000dagen.nl. Gezonde Generatie is een initiatief van de samenwerkende gezondheidsfondsen. Dit was het begin van de campagne. Vorige week was het de Internationale Week van de Ouders en hebben we een oproep gedaan aan de Nederlandse politiek om ouders ook daadwerkelijk meer te ondersteunen, om gezinsvriendelijker beleid te voeren, waardoor ouders die zo graag meer tijd met hun kind willen besteden, die zo graag vaker borstvoeding zouden willen geven, die zo graag gezonder zouden willen mee eten met hun kind, om hen ook te ondersteunen om dat te doen. En op de website kunnen jullie 4 filmpjes zien van Kamerleden die uitleggen hoe zij als ouders ook daadwerkelijk hebben ervaren dat het ouderschap mooi en moeilijk is en dat je dat niet altijd alleen kan doen. Ouders in Nederland geven aan dat het gezinsvriendelijk zijn van het beleid eigenlijk maar heel erg matig is en dat we in Nederland veel meer zouden kunnen doen om ouders te ondersteunen hun kind een goede start te geven. En dat we enorm veel meer kunnen doen om solidair met elkaar te zijn, in plaats van met een opgeheven vingertje elkaar proberen de les te lezen.
Om mijn verhaal af te sluiten zou ik toch heel graag nog weer even uitzoomen en de link willen leggen naar de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Ik ben er namelijk van overtuigd dat als we meer zouden investeren in een goed begin van elk mensenleven, dat we dan enorme vooruitgang kunnen boeken bij het bereiken ook van die duurzaamheidsdoelen. Ik heb u net iets verteld over het hongerwinteronderzoek. Hè. Het uitbannen van honger is natuurlijk het eerste duurzaamheidsdoel. En wat we eigenlijk hebben laten zien met dat hongerwinteronderzoek is dat als je ondervoed bent in die eerste 1000 dagen, dat effect heeft op je gezondheid, op je mogelijkheden om mee te doen aan het onderwijs, op je mogelijkheden om mee te doen op de arbeidsmarkt en dat ongelijkheid vergroot. Dus als we juist in die eerste 1000 dagen proberen ondervoeding te voorkomen, dan kunnen we niet alleen op Sustainable Development Goal 1, maar ook op 3, 4, 8 en 10 vooruitgang boeken. En dat kunnen we voor een heleboel andere duurzaamheidsdoelen ook. Naar het eind van mijn verhaal wil ik heel graag verwijzen naar Muhammad Yunus. Hij heeft de Nobelprijs voor de vrede in ontvangst genomen voor zijn werk rondom de Grameen Bank, waarbij hij microkredieten verstrekte aan vrouwen in Bangladesh. Toen hij die prijs kreeg, toen zei hij: "To me, the poor are like bonsai trees. When you plant the best seed of the tallest tree in a 6-inch deep flower pot, you get a perfect replica of the tallest tree, but it's only inches tall. There's nothing wrong with the seed you planted, only the soil base you provided was inadequate. Poor people are like bonsai people. There's nothing wrong with their seed, only society never gave them a base to grow on." En ik wil me met hart en ziel inzetten om ervoor te zorgen dat elk mens vanaf het allerprilste begin zich kan ontwikkelen in een gezonde voedingsbodem, omdat ik denk dat dat leidt tot een gezondere, duurzamere en eerlijker toekomst. Dan wil ik heel graag afsluiten met een quote waarbij ik eigenlijk al mijn verhalen probeer af te sluiten. Het is een quote van Frederick Douglass die zei: "It's easier to build strong children than to repair broken men and women, of course." Heel veel dank voor uw aandacht.